We staan hier nu in een nieuwe put. Niels zei al dat hij deze ging aanleggen. Celeste, jij hebt toch meegeholpen? Ja, dat klopt. Zoals je kan zien, we hebben heel wat meters opengetrokken. Met heel wat verkleuringen. Het is op zich een veelbelovende put. Gezien de hoeveelheid fondsen die eruit komen en de verschillende verkleuringen die we hebben gevonden. Hoi, heb je al een stenen pijlpunt gevonden? Nee, helaas. Nog niet één. Maar ik ben nog niet zo heel lang bezig. Oké, en heb je al wat geleerd? Ja, dat het allemaal handwerk is, dat archeologische opgraven. En ik dacht na een half uurtje al, waarom hebben wij geen schutmachine om zeg maar, dit zeven wat makkelijker te maken? En ik heb volgens mij al net wat gevonden. Kijk, al deze kleine stukjes en deze is best wel groot. Kijk eens. Gaaf. En volgens mij past deze dan hier. Moet je kijken, de huizen staan nu al zo dichtbij. En dit hele gebied wordt straks nog volgebouwd. Hoi, hoe gaat het met de vrijwilligers? Ja, goed. Ze doen het goed. Ze zijn zeker zeer enthousiast, dus dat helpt altijd. En deze zeefputten, waarom ligt die hier en niet 10 meter verderop? Bij de opgraving 2 jaar geleden was er een put hier net naast. En daar hadden ze best wel wat gevonden. Dus we wouden kijken of er naast ook nog wat lag. Dus vandaar. Tijd voor de lunch. René, cultuurmakelaar van de gemeente Dalfsen, zit het in het zand? Ja, want ik hoop de schat van Dalfsen te vinden. En nog mooier dan die eerder is gevonden. Maar ik heb al wat kleine dingetjes gevonden. Kijk. Nou, als er nou mensen zijn die ook willen graven, dan kunnen ze volgende week 9 september komen op de publieksdag. En dan kan iedereen komen graven. Nou, als mensen die willen graven, 9 september is je kans. Het is sowieso prehistorisch. Ik vermoed bronstijd, maar het kan ook ijzertijd zijn. Dus ongeveer 3000 jaar oud. En dan gaan we nu even een vondstkaartje ophalen bij de tent en dan gaan we die schrijven. Vlak 1. Spoor 5000. Nee, weet ik niet. Die inderdaad. Mag ik het spijkertje erin doen? Ja hoor. Zeg Twan, als je aan school weer begint, hè, ga je dan meteen stoer vertellen dat jij hier hebt gegraven? Nou, ik denk dat ik niet meteen stoer ga doen, maar wel vertellen dat ik hier heb gegraven. En wat is nou jouw droom om hier te gaan vinden? Potgoud. Zeg Niels, hier komen zo meteen allemaal huizen te staan. Maar wat als mensen die er nu al wonen in hun achtertuin gaan graven? Heb je nou niet eens gezien waar we hier nu naast staan? Leuke vraag trouwens, maar we zijn met archeologie bezig, hè? Sporen, vondsten. Heb je gezien wat we hierachter hebben? Nou, eigenlijk niet. Wat is het? Eigenlijk niet. Als je nou goed kijkt, wat zie je dan zelf? Ik zie wat witte vlekken, wat donkere vlekken. En ik zie allemaal kleine streepjes in de grond. Nou precies, het zijn inderdaad streepjes, het zijn krassen. En daar heeft een boer, misschien wel 3000 jaar geleden, met een eergetouw door zijn akker heen ploegen is het eigenlijk niet. Ja, de grond opengekrast, opengemaakt, om zijn akker weer goed te houden. En dat heeft allemaal krasjes, streepjes in het zand nagelaten. En eigenlijk is dat heel bijzonder, want zo vaak vinden we dat helemaal niet. Dus daarom lopen de mensen hier op hun sokken. Ja, blijkbaar. Hè? Als je de hele ochtend of de hele dag bezig bent geweest om dat helemaal mooi te maken. Als je dan met je schoenen eroverheen gaat en je veegt alles weer uit. Dan gaan ze gewoon lekker op de sokjes lopen. Ja. Maar om op de vraag terug te komen. Hè, mensen die wat in de achtertuin vinden. Inderdaad, er worden nu overal huizen omheen gebouwd. Hè? De eerste mensen wonen er zelfs al. En ja, dan is er best een kans dat als iemand een zwembad in zijn achtertuin graaft of een schuurtje bouwt, dat ze misschien wel een archeologische vondst doen. En dat is op zich helemaal niet erg. Wat je dan moet doen, en zo staat het ook in de wet, is dat als je een vondst doet in bijvoorbeeld je achtertuin, dat je daar de gemeente van op de hoogte stelt. En dan is het echt niet zo dat wij je vondst afpakken, dat wij die willen hebben. Maar waar het ons om gaat, is dat we weten welke vondst waar gevonden is. Dus als we dan kunnen zien wat het voor voorwerp is, hoe oud het is, dan kan dat geregistreerd worden. En mocht er dan ooit in de toekomst alsnog weer een keer archeologie plaatsvinden in de achtertuin van iemand, dan weten we in ieder geval welke vondst daar vandaan komt. Dit was Lilian, vanaf een prehistorische akker. Tot de volgende Vondstenvlog. Het is wel heel spannend. Oh, nu staat het scherm. Nee hoor.